Goedemiddag, dames en heren. Ik heb 15 minuten en ik heb een presentatie gekregen van onze duurzaamheidscoördinator, mijn nichtje. En dat is een presentatie van 45 minuten, dus dat wordt een oefening in rap babbelen of in anders een beetje te selecteren. We gaan niet te veel tijd verliezen. Ik ga u heel kort iets over Torres vertellen. We zijn een schoenenretailbedrijf, familiebedrijf, 100%. Dat bestaat sedert de jaren 50. Vandaag een klein 600 medewerkers en 73 winkels. Wat dat merkwaardig is aan ons bedrijf, is dat we de laatste 5 jaar erg snel gegroeid zijn. We zijn verdubbeld in omzet de laatste 6 jaar tot 114 miljoen euro. Verdubbeld in omzet. Ik moet er geen tekening bij maken dat de markt in schoenen en textiel de laatste 5 jaar niet verdubbeld is in omzet. Die is eigenlijk stabiel gebleven. Dus wij hebben een stuk marktaandeel ingewonnen. En dat heeft, mijns inziens, heel veel te maken door het feit dat we ons willen profileren en dat we ook echt een maatschappelijk verantwoord bedrijf zijn. En dat heeft veel te maken ook met de prijzen die erachter komen. Dat is nog een oude presentatie. Inmiddels zijn we ook in 2013 uitgeroepen tot beste werkgever. En we zijn dus eigenlijk in totaal 5 keer beste werkgever van België geweest. En dat is bij ons de insteek naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ik heb niet het grote verhaal van ecologie en ik heb een heel moeilijk product, want schoenen komen van heel ver en zijn van leer gemaakt. Wij proberen onze approach te doen vanuit mensen, vanuit duurzame HR en vanuit onze mensen te betrekken in dat maatschappelijk verantwoord verhaal. Last but not least, we zijn ook een rendabel bedrijf, want we mikken op een financiële cashflow van minstens 13%. Dat heeft alles te maken met het feit dat we een aantal keuzes hebben gemaakt. En de belangrijkste keuze is dat we klantvriendelijkheid als onze unique selling proposal nemen. Wij willen het klantvriendelijkste bedrijf zijn en wij denken dat dat maar zal lukken als de medewerkers die er moeten voor zorgen enthousiast en gelukkig op de winkelvloer staan. En het is daarom dat we zo investeren in beste werkgeverschap. Daarnaast zijn andere belangrijke strategische hefbomen maatschappelijk verantwoord ondernemen, herlocaties en synergieën en e-commerce. Maar ik ga daar niet verder op ingaan, omdat het vandaag echt gaat over dat maatschappelijke stuk van het verhaal. Wat zijn nu voor ons 3 sleutels? Ik heb een keuze moeten maken, 3 sleutels in ons HR-verhaal waarmee dat we een duurzaam verschil willen maken. De eerste sleutel is eigenlijk het gegeven dat bij ons alles vertrekt vanuit de missie. Maatschappelijk verantwoord ondernemen of social corporate responsibility, dat is geen dienst of geen afdeling. Dat vertrekt vanuit de missie zelf, vanuit onze bestaansreden zelf. Want onze missie luidt: 360 graden zorg leidt naar 360 graden winst. Wij willen een zorgzaam bedrijf zijn op 360 graden. Dat wil zeggen, zowel naar klanten als naar medewerkers, als naar de samenleving waarin we actief zijn, de leveranciers en ook de aandeelhouders. En we denken dat dat zal leiden tot 360 graden winst. Financiële winst, maar niet alleen financiële winst, ook gelukkige klanten, gelukkige medewerkers en de samenleving die zegt dat bedrijf is goed bezig, dat is de moeite waard. Zie je? Dat is dus, en dan was ik al blij dat de professor het er straks ook zei, van, dat is dan toch een goed punt dat we gedaan hebben. Soms nu en dan verloos ik de moed wel van we doen niks goed, of wat moet ik er zo beetje gaan vertellen. Maar dat gegeven van het is geen afdeling of het is geen dienst, het vertrekt vanuit de missie en dus vanuit het gegeven, daar gelooft de familie Torfs en daar geloven we allemaal samen in, dat is wel een hele sterke motor. Dus dat betekent 360 graden zorgzaamheid leidt naar 360 graden onder duurzaam ondernemen en op termijn luisteren en rekening houden met al onze stakeholders. Dat betekent dus ook dat medewerkers en klanten, dat zijn onze centrale stakeholders. Die staan echt centraal. En we geloven fel in de versterkende werking van die 2 brands. Dus we willen een heel sterk consumer brand zijn, een consumentenmerk, Torfs, dat gekend staat voor service. Maar we zijn tegelijkertijd ook een heel sterk werkgeversmerk, een employer brand, dat gekend staat voor een goede werkgever. En vele bedrijven hebben natuurlijk een employer brand en een consumer brand, maar bij ons liggen die heel dicht bij elkaar. En we willen eigenlijk het signaal geven aan de klanten, het is hier leuk en goed om te werken, dus het zal hier ook wel leuk en goed zijn om schoenen te kopen. En omgedraaid, zie je. En dus die 2 merken gaan elkaar ondersteunen en liggen in elkaars lijn, dan in plaats van aparte categorieën zijn TR voor marketing en tanden voor HR. Sleutel 2, daar heeft Lise 3 van gemaakt, maar die sleutel 2, dat is medewerkersbetrokkenheid. Voor ons heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen en
tevreden medewerkers, dat heeft heel veel te maken met het feit dat we onze medewerkers willen betrekken bij ons beleid. En ik ga daar een paar voorbeelden van geven. Twee keer per jaar doen we medewerkersdagen, brengen we iedereen samen en vragen we aan onze medewerkers om input te geven. En een heel concreet voorbeeld is onze waardeoefening die we vorig jaar hebben gedaan. Dus heel veel bedrijven hebben waarden. Zeker alle Amerikaanse bedrijven, maar dat zijn dan vaak van die, ja, dat zijn dan Amerikaanse woorden van commitment en engagement en respect. Nu, ons mensen spreken geen Engels, die spreken gewoon Vlaams. En in plaats van dat wij de waarden top-down hebben gedefinieerd, hebben we aan onze medewerkers zelf gevraagd, wat zijn volgens jullie de redenen waarom dat je graag bij Torfs werkt? Wat zijn volgens jullie de waarden van Torfs? Als je die vraag stelt, dan moet je ook bereid zijn om te accepteren wat er komt. Als er dan geen engagement en commitment komt, dan moet je niet ontgoocheld zijn natuurlijk. Dus ik heb dat vorig jaar gedaan. Ik heb een brief, een e-mail naar 600 mensen gestuurd en de vraag gesteld van waarom kom je graag bij Torfs werken? Daar hebben op die brief hebben er 250 geantwoord. En die hebben of een mail teruggestuurd, of een collage gemaakt, een tekening gemaakt. En daar hebben we een cluster van waarden gemaakt. En je ziet dus een soort van moodboard. En degene die hoger oplichten, dat waren zaken die meer terugkwamen. Je zult daar geen enkel Engels woord in terugvinden. Dan zijn we met die 600 mensen aan de slag gegaan. En hebben we gevraagd van het vertrekkend van die vorige slide. Zoek nu eens naar voorbeelden in uw werk dat je echt gelukkig waart en dat je helemaal als mens vervuld voelde door te werken bij Torfs. En iedereen mocht 3 voorbeelden aanhalen. Dat waren hier die bollen, moet u voorstellen. Op het einde van een dag, 600 × 3, dan zijn dat 1800 waarden. Daar kunnen niet echt iets mee doen met 1800 waarden. Dan zijn we dus met een focusgroep gaan zoeken naar wat uiteindelijk onze echte waarden zijn. En dan zijn we uiteindelijk tot 6 waarden gekomen. Die er precies zijn afgevallen. Ja, nu moet ik even boos zijn op mijn nichtje dat een ongeval heeft gehad. Nu, die 6 waarden, daar staat geen enkel Engels woord tussen, maar er zullen bijvoorbeeld een waarde tussen vinden als goesting in uw werk. Wij doen ons werk met hart en ziel. Of een andere waarde is spreken en zijn met elkaar vanuit het hart. Dat kan wel tellen als waarde, dat gaat er nog niet rap in een Amerikaans bedrijf leren. Hè. Of oprechte waardering geeft je vleugels. Dat is dus echt een set van waarden geworden waarmee we dan nadien aan de slag zijn gegaan en in elke winkel eigenlijk een groepsdynamisch proces zijn gestart en gaan zoeken van hoe staat het hier met al die waarden in de winkel. Want een waardeset maken is één ding, maar de vraag is hoe zal het een hefboom zijn tot verandering? Hoe gaat er change mee krijgen? Dat was een eerste voorbeeld. Een tweede voorbeeld, dat gaat echt over duurzaamheid. Wij hebben de ambitie om met een visie op duurzaamheid te komen, maar in plaats van ze zelf te schrijven, hebben we ze ook weer onze medewerkers gevraagd. We hebben interviews gedaan en op de medewerkersdagen in 2013 hebben we gevraagd wat betekent volgens jou duurzaamheid bij Torfs? We hebben hen de vraag gesteld, hoe kan Torfs nog zorgzamer zijn voor zijn medewerkers? Hoe kan Torfs iets bijdragen voor het milieu? En hoe kan Torfs zijn klanten bewust maken en betrekken bij duurzaamheid? Daar is ook een hele waslijst van ideeën uitgekomen en daar heeft het management dan prioriteiten uitgehaald. En daarmee zijn we nu aan de slag gegaan. Voilà, en dat is eigenlijk de moodboard die een beetje samenvat hoe wij duurzaamheid bekijken. Je ziet onze verschillende stakeholders, medewerkers, waar we happy actors en fit actors voor leverance organiseren. De klanten, waar we bijvoorbeeld inzamelacties voor doen van oude schoenen. Maatschappelijke partners, waar we zeggen 1,5% van onze EBITDA, dat is €200.000, gaat naar het goede doel. En het milieu, afval en tweede leden geven en energiemonitoring en aansturing. Sleutel 3, wat doen we nu in de praktijk? Want je hebt dan een hoop ideeën, maar de vraag is natuurlijk, een boek schrijven met veel ideeën, wat de professor ook vertelt, dat is één ding. De vraag is, wat ga je concreet doen? Ik ga je een paar voorbeeldjes geven van wat we er concreet mee gedaan hebben. Bijvoorbeeld hier, wij verbouwen 6-7 winkels per jaar. En wat gebeurt er? Dat is een kost van €400.000-500.000 per winkel. Er is altijd een afbraakkost aan verbonden. Dat betekent, die oude winkel moet uitgebroken worden. Dat wordt gewoon op de container gesmeten. Dat is 5 jaar oud, er is niks mis mee. Dat wordt weggesmeten en we steken er dan een nieuwe inrichting in. Dat doen we niet meer. Nu zeggen we aan onze medewerkers en aan klanten, kijk, we gaan onze winkel afbreken. Wie iets kan gebruiken, laat het weten en we gaan dat organiseren. Nu, je moet dat organiseren, want als je klanten gewoon laat komen, dan zijn je klanten kwijt, want ze moorden elkaar uit. Dat kun je niet voorstellen wat er dan gebeurt. Maar dat is dus voor mij een typische win-win. Je klanten zijn geholpen met dat materiaal en eigenlijk, wij sparen kosten uit en het gaat niet op de afval op. Een tweede voorbeeld, dat is Fit at Torfs. In 2000,
2014, dit jaar, dat is over 2 weken, gaan we een grote actie starten rond fitheid. We hebben eerst een bevraging gedaan bij onze medewerkers. Hoe staat het met sporten? Hoe staat het met roken? Hoe is het met gewicht? Hoe is het met van alles en nog wat? We hebben een gemiddelde body mass index berekend en we hebben gedefinieerd hoeveel kilo's dat we samen willen vermageren. Ik erbij. Dus, maar ziet u, zo maken we eigenlijk van iets dat heel abstract is, ook iets heel plezant. En dan gaan we natuurlijk meten hoe dat we daarin evolueren. Er zullen workshops aangeboden worden in de zin van een buffet van workshops rond gezond voeden, rond slapen, stoppen met roken, rug- en nekklachten, wat bij ons een vaak voorkomend probleem is in een schoenwinkel, rug- en nekklachten, en beter bewegen. Dus ook dat weer is het weer voor mij de grote beweging van je maakt een plan en dan doe je iets concreet met je medewerkers. Duurzaamheid in de praktijk, ja, dat is onze visie hoe we met onze partners samenwerken. Dus wat ik gezegd heb, €200.000 schenken we per jaar op een structurele manier aan het goede doel. Een heel concreet voorbeeld is bij ons Coenina. Maar we zoeken daar ook altijd echt een actieve win-win. Bijvoorbeeld met Coenina, het gaat er niet alleen om van een som van €70.000 te schenken. Het gaat er ook om dat bijvoorbeeld als Toros een spot toe rond recyclage van oude schoenen wordt ingesproken door Nathalie Meskes en Sabine de Vos. En die maken eigenlijk meer reclame voor Coenina dan voor Toros. Maar voor mij is dat prima. Want Coenina kan die radioreclame nooit betalen, dus dat is mooi meegenomen. We hebben daarmee schooltjes gebouwd in Nepal. We zijn in november met 10 medewerkers die schooltjes gaan bezoeken. In tenten geslapen, 14 dagen foto's gemaakt, reportages gemaakt. Waarom? Om nadien te gaan getuigen aan de medewerkers. Dat doen we met die centen. En wat is veel gemakkelijker van gewoon het Rode Kruis te geven en een fiscale attest te krijgen. Wij proberen altijd iets mee te doen. Elke Torfswinkel heeft de Coenina kindje geadopteerd. Die foto staat op de toonbank, elke klant ziet dat en veel klanten zeggen, ah, wat is dat, misschien ben ik ook wel geïnteresseerd om een kind te adopteren. Dus zie je, voor ons is het dat is mensen betrekken, dat is niet alleen de baas die iets doet, maar dat is mensen daarin mee proberen te krijgen. Oei, het is al gedaan. Ja, of Inge, er zijn slides weg. Of het is gedaan. Kijk, dames en heren, ik ben niet een duurzaamheidscoördinator van Toros. Ik heb dat gedaan om mijn nicht te vervangen. Ik heb u gewoon een korte impressie willen geven van wat dat wij doen. Het is vanuit HR. En het werkt. Ik denk dat ik heb kunnen aantonen dat het ook op vlak van rentabiliteit en van groei heeft gewerkt. En mij geeft het eigenlijk heel veel goesting om daarmee verder te gaan. Ik ben 55. Ik heb nog maximum 10 jaar te gaan. Die notie van great place to work, dat is iets wat mij geweldig passioneert en aanmoedigt om verder te gaan. Omdat ik denk dat dat zo'n krachtige motor van verandering in de samenleving kan zijn als bedrijven zo'n dingen doen en daar hun medewerkers rond meepakken. Het zal economisch voordeel opleveren, maar het zal ook gelukkige medewerkers maken en in mijn geval ook een gelukkige CEO. Dank u wel voor uw aandacht. Ja, nee.